Ja. Half acht. Vorige week begon ik buiten. Toen was het lekker warm, het was mooi weer. Het is koud, het lijkt wel herfst. Wow. Weer praatje, er is niemand op te wachten. Sorry. Maar het houdt de mens wel bezig. Ik heb vandaag de kachel maar weer aangedaan in mijn atelier. En dat had ik ook toch gehoopt dat dat niet meer hoefde. Els, jij bent ook altijd scherp op tijd. Hi, goedenavond. Leuk dat je er weer bent. Ik was vandaag... probeer altijd een beetje op maandag mijn vrije dag te houden. Hoi Margriet. Ja, sommige namen zie ik dus vrij komen. Dus als je nou denkt, waarom zegt ze nou nooit wat van mij? Ik zie ze niet allemaal. Anita, nu zie ik jouw naam ook voorbij komen. Maandag is altijd een beetje mijn vrije dag. Dus dan gun ik mezelf heel veel tijd om lekker met dingen bezig te zijn. Zoals misschien sommigen van jullie weten, had ik mezelf verwend met een scriptacular project, The Suitcase. Heel mondvol. Als je het een keer googelt, Scriptacular. Een leuke griet die allemaal pakketten maakt. En dat is met cartonage technieken. En ik moet zeggen, vandaag werkte het redelijk verslavend. Want hij zit bijna helemaal in elkaar. En ik had ook zoiets. Nou, voordat ik echt een beetje vakantie mag houden, dan is het eigenlijk wel lekker dat hij klaar is. Dus toen was ik wel geïnspireerd om ruimtelijk te werken. Ik dacht, nou, dan gaan we vanavond maar eens een doosje maken. Met onze teamdag met Jacqueline. We hadden allebei een workshop voorbereid. En Jacqueline had een heel leuk doos voorbereid. En een hele leuke methode. Ik ga later bij dit bericht ook even de link zetten van de Amerikaanse demo, noem ik het maar, van Stamping Up. Die het in het Engels dus uitlegt met allerlei maten en dingen erbij. En ik ga hem nu vooral gewoon doen. En ik zal later in de beschrijving ook de maten nog eventjes neerzetten. Ik doe het beeld eventjes naar beneden. Dan ga ik jullie laten zien wat we gaan doen. Nou, ik ben niet zo heel goed op de hoogte. Maar volgens mij is zondag over een week moederdag. Toch? 13 mei. Als ik dacht, nou ja... Sommigen hebben nog een moeder of een schoonmoeder. En daar willen we misschien nog eventjes iets van maken. Zoals jullie weten zoek ik altijd eventjes het berichtje op. En dan kan ik het volgen in mijn tijdlijn. Ja. Toppie. Ik zie weer een paar bekenden. Ik dacht, dan is het wel leuk om iets te gaan maken voor moederdag. En misschien leuk om eerst even te laten zien welke doos ik dus... met de workshop gemaakt heb die Jacqueline gegeven had. Het is een wat grotere doos, maar het principe blijft hetzelfde. Dus als je eenmaal deze methode door hebt, dan kan je hem allerlei maatjes doen. Maar ik dacht, nou, ik ga gewoon een leuk klein doosje doen. Want wie weet, geef je wel een leuke nagellak. Die past er net in. Ik had dat wat opgemeten. Dit doosje is gestempeld. Met wat leuke dingen, onderkant en een bovenkant. En dit doosje, hetzelfde principe, heb ik gemaakt met het geweldige designpapier, waar ik zo direct meer over ga vertellen. De onderkant heb ik wel gestempeld en de bovenkant heb ik dus dat mooie papier gedaan. Het is namelijk zo, Stamping Up bestaat dit jaar 30 jaar. En als speciale feestelijk extra iets hebben ze de Share What You Love Suite in het leven geroepen. Op 1 juni gaat de reguliere nieuwe catalogus in. Maar vanwege het 30-jarig jubileum, ik doe dit weer eventjes terug zoals ik het bedacht had. Dat staat altijd wel netter als het nog even leuk is. Hebben ze een extra actie en vanaf morgen 1 mei en de hele maand mei kan je deze suite, deze set, alvast bestellen. Terwijl die pas in de nieuwe catalogus staat. Is dat niet leuk? Zo staat die. De Share What You Love suite. Nou, vanaf morgen is die dus in de webshop ook te zien wat er precies in zit.
En het zijn drie verschillende sets die je dus alleen in mei als hele set kan bestellen. En dan is er ja, voor iemand die net gaat beginnen of die zoiets heeft van, nou, ik wil gewoon een paar dingetjes. Een stempelset met wat papier en inkten. En ik ga jullie er niet helemaal mee vermoeien, maar het loopt op tot een hele uitgebreide set. Wat er in ieder geval in iedere set in zit, is deze stempelset. The Love What You Do. Ik vind het zelf een hele mooie set, omdat door die watermerkvlek, zeg maar, je hele leuke resultaten krijgt. Dat kan je ook wel zien op deze doos. Heel leuk zoals die verschillende manieren verwerkt is. Zal ik ze direct ook bij het stempelwerk laten zien. Dus daar gaan we mee aan de slag. Iets anders wat dus heel erg mooi is. Bij 30 hoort parelmoer. Is een set van papier. En heel veel van die papier van deze set heeft een parelmoer glans eroverheen. Het is een dubbele set. Hij is ook wat duurder, maar er zit dus ook de dubbele hoeveelheid papier in. Ik heb dat kleine bloemetje dus eventjes gebruikt om dat dekseltje te maken. En daar ben ik dan nog een keertje om dat roze weer terug te laten komen. Dat vond ik wel passen bij de moederdag, een beetje roze-rood. Oh ja, dat was ook omdat ik een lipstift... Hadden jullie het gezien? Ik had mijn lipstift bij de hand, dus ik had eventjes net... je kan er dus ook een leuke lipstift in doen. Ik had net gedacht, oh, dan kan ik nog wel eventjes mijn lipstift stiften. Als ik een hele dag binnen aan het werk ben, dan denk ik er echt niet aan om eventjes aan make-up te werken. Wat is de basis van de doos die we gaan maken? Je meet de mate van de doos die je wil gaan maken. Nou, ik ben gaan meten. Ik wilde deze lippenstift inpakken. En ik had zoiets van, nou, dat moet wat royaal erin zitten. Dus ik had zoiets 3 centimeter breed en hoog. Dat is dan dezelfde maat. En iets van 9 centimeter lang. Dat schrijf je op. De zijkant is... Ik zal het even op een klappapiertje doen. Is 3 centimeter. Ik heb allerlei aantekeningen erbij. Ja, de onderkant. Hij wordt 3 centimeter hoog. Dan is hij... 9 centimeter lang plus 3 weer de hoogte in is samen 15 centimeter. En dan is, dus dat is de lengte van je doosje. En dan de breedte, 3 plus 3 plus 3 is 9 nog steeds. Ik kijk ondertussen eventjes. Dus dat is de onderkant van de doos. Als je er eenmaal mee werkt, dan is het, zie je het misschien als logisch. Kijk, je hebt dus 3 centimeter omhoog, 3 centimeter de breedte, 3 centimeter omhoog. De lengte is 3 centimeter, 9 plus 3. Dus dat is de totale maat voor de onderkant van je doos. De bovenkant, die doen we een half centimetertje korter. Dus dan is hij niet 3, maar dan is hij de bovenkant dus. Ja, ik schrijf waardeloos, sorry. 2,5 plus 9 plus 2,5. Dat is nog steeds 14. En dan is de volgende 2,5 hoog. Hij is wel 3 breed. Plus 2,5 is 8. Nou moet de onderkant passen in die bovenkant. En dan, ze zegt het zo leuk, die Amerikaanse dame, Charlotte geloof ik, dan doe je er een snip af. Dus van die 15 halen we er 2 mm af. En van die 9 ook min 2 mm. Dus dat kan je gelijk snijden. Moet je dus belangrijk, als je 2 verschillende soorten papier neemt, dat je 2 verschillende maten hebt. Ik ga het even snijden.
ik heb nodig, voor, ik ga twee, natuurlijk twee dingen stempelen. We gaan eventjes stempelen. Dus 15 min 2 mm is 14,8. Bij 9. Nee, 9 min 2 is, ja, 8,8. Ga die bovenkant nu gelijk verwerken ook. Als je geen trimmer hebt van Stamping Up, misschien heb je er eentje van een ander merk. Maar dit is dus een hele handige. Die heeft naast dat hij ook een snijmes heeft, heeft hij ook een railmesje. Dat is dus super handig. En naast dat hij dus zo'n grote brede kant heeft, heeft hij ook aan de andere kant een centimeter en een inches maatvoering. Nou, voor dat smallere rillen is dat echt heel erg handig. Want ik leg mijn papier op deze tegen de 3 centimeter aan. En ik ril die rand 3. Ik ga hem rondom alle maten op 3 centimeter rillen. Heb je nou niet zo'n ding op je snijmachine. Misschien heb je een scoorpal. En anders zou je eventjes gewoon streepjes moeten zetten. En dan doe je het eventjes met je vouwbeen of met een ander ding. Nou, ik denk niet dat dat te zien is. Maar deze lijnen zitten er nu. Ik lees dat Helium ook net binnen heeft gekregen. Ja, helemaal leuk hè. Dan moet je het een en ander inknippen. Leuk dat je meekijkt trouwens ook, Hilly. Gezellig. Ook al is het zo ver weg. Ik doe de binnenste lijnen, die doe ik recht knippen. En deze buitenste, die knip ik allemaal schuin in. Dus ik doe het, maakt niet zo heel veel uit. Als je hem nou net eventjes anders knipt, dan moet je dat even aanpassen. Het gaat erom dat je een rechte en een schuine hoek hebt. Daardoor past die straks mooier. We gaan hem nu natuurlijk nog niet in elkaar zetten. We gaan hem nog stempelen. Nogmaals, ik dacht eerst ook van, hoe zit dit nu met deze maatvoering? Maar als je hem eenmaal door hebt, is hij echt heel erg handig. Want je hebt, het is natuurlijk ook leuk met allerlei andere apparaten iets maken. Maar dit, de meeste mensen hebben deze wel. En dan kan je dus voor alles een passend doosje maken. Dat is natuurlijk wel even top. We houden het werk graag ruim. Kijk, deze is dan dus nu zo ingeknipt. Ik zal hem hier neerleggen. Ik weet het niet of jullie hem nog goed zien. En dan ga ik de overkant. Die kan ik dus, hoef ik geen snip vanaf te halen. Die doe ik gewoon op die maat. Ik werk trouwens met Fairy Vanilla. Vond ik wel een mooie kleur even bij. Nou, toepasselijk bij Moederdag. Je moet dus redelijk stevige papier wel hebben. Want, wat is dit ook alweer? 120 grams. Nou, zoals gezegd, hier is het randje 3 centimeter. Maar we willen hem een half centimetertje kleiner. Dus gaan we hem volledig rillen op 2,5 centimeter. Kan je ook weer heel mooi doen aan de andere kant van je snijmachine. 2,5. 2,5. En je raadt het al. 2,5. Die denk ik niet meer nodig. Ik ga hem weer inknippen. Dat is het leuke van zo'n teamdag. Je hebt er vooraf hadden we er allebei best wel wat werk aan. Maar allebei hebben we wel een leuke workshop die we ook weer, en de andere teamleden ook, die we kunnen doordragen. Dus dat is natuurlijk wel weer super. Super. Het is leuk als je actieve demo's in je team hebt,
die ook wat verzinnen en doen. En als je dus een leuk team hebt waarmee je samen ook iets kan doen. Heb ik nou zo'n kraakstem of lijkt het maar zo? We zouden toch zeggen dat we van Koninginnedag toch wel weer bijgetrokken waren. Hebben jullie het nog gevierd? Ik was eventjes naar de vrijmarkt geweest en ook eventjes naar de bandjes bij de balustrade. Altijd wel even gezellig het dorp in. Het is toch superleuk dat ze daar ook van alles regelen. Nou, om het straks makkelijker maken mee in elkaar zetten, ga ik alle randjes even rillen. Het is heel soepel papier. Op zich is het, als het wat dikker papier is, zou het misschien mooier zijn. Is het vaak mooier om het eerst te stempelen en daarna pas te rillen. Doordat je de randen mooi scherp voorrilt, past die straks strak in elkaar. Dat is weer zo'n dingetje, hè? Moederdag. Mijn ouders waren op dezelfde dag jarig. Ja, ongelooflijk. Op dezelfde dag jarig en even oud. 3 juni. Helaas zijn ze niet meer bij ons. En mijn moeder vond dat onzin. Het was natuurlijk in de tijd dat ze jarig waren. Ze zegt, jullie blijven aan de gang. Dus, maar het is toch ook wel weer heel leuk als je gewoon even aan elkaar denkt. En soms, al doe je er een leuk briefje in. Hè? Er hoeft niet altijd per se een cadeautje in. Dan is het dus belangrijk om wel in de gaten te houden wat de onderkant is en wat de bovenkant is. Want anders kom je straks een beetje rot uit. Die hogere is de onderkant. Die is langer. En dat past mooier. Nou, dan gaan we lekker stempelen. Ik heb wat kleinere. Er zitten in die set wat verschillende motieven. Ik heb het hele kleine bloemetje eventjes gepakt en het blaadje. Dat, ik had nu het blaadje weer afgehaald. Gaan we die even terug doen. Ik heb Old Olive gepakt om mee te stempelen. Een redelijk groot blok. En ik ga redelijk willekeurig de rand bewerken. Ik zit af en toe nog wel in dubio, want ik vind het ontzettend leuk om het live te doen. Maar als ik het vooraf doe, dan kan ik het met een betere camera doen. Kan ik hem er ook beter opstellen. En de komende tijd ben ik er ook niet altijd. Dus het zou heel goed kunnen dat het de komende tijd ook wel eens niet live is. En vooraf opgenomen. Of dat ik misschien zelfs een keertje oversla. Maar dat laat ik dan nog eventjes weten. Ik vind de telling, ja, ik hou het wel bij, maar ik heb eigenlijk zoiets van, volgens mij zit ik nog niet weer aan een rond getal. Het is wel zo dat ik van de week alweer 3 jaar besta met mijn bedrijf. Maar dat ga ik na mijn vakantieperiode denk ik nog eventjes een beetje leuk vieren. Ik heb dus het blaadje eventjes aangezet. Ik vind het wel mooi om de randen even te sponsen. Als je het zo ook omdraait, dan kan je die randen echt allemaal mooi eventjes aanzetten. Hij is dus niet helemaal alles. Als je dan zo in elkaar zitten. Dan gaat dat goed. Hij is zo klein dat dit een beetje in de weg zit. Voor het mooie knip ik dat er even af.
Nou, en dan doe ik dat even met een rolletje Fast Fuse. Mooi die randjes scherp op elkaar. Het heeft natuurlijk straks helemaal niks te houden. Het is een heel klein doosje. En dan past die mooi op elkaar. Dus goed die randjes scherp. De onderkant is klaar. Nou, hoe leuk is het om de bovenkant even een tekstje op te doen en dan in het roze te werken. We zijn tenslotte voor Moederdag bezig. Nou ja, ik weet niet, jullie zijn misschien ook allemaal moeder, ik ook. En het is toch wel leuk om een beetje de kleuren van liefde en lekker fleurig roze-rood. Zeg ik het goed? Ik weet niet of Hester kijkt, moet ik altijd goed opletten dat ik het goed zeg. Dat is een geintje onderling. Ja, rose-red. Yes, yes. En dan zit er een heel schattig klein bloemetje bij. En die is heel leuk om... Het is natuurlijk een groot, zoals die eerste doos die ik liet zien. Is veel groter. Dan kan je veel met grotere motieven gaan werken. Hou dat in proporties ook. Lekker over de rand heen het motief door laten gaan. Dan hier nog eventjes. Niet te snel willen, Ellen. Gewoon. Dan zie ik alweer dat de tijd al opschiet. Maar ik denk, ja, ik wil jullie ook nog eventjes wat andere dingen laten zien. Die ja, aquarelvlek, zeg maar. Die is heel leuk om erbij te doen. Maar die moet je er zeker niet eerst afdruk doen. Hè? Dat doe je echt veel mooier in de tweede en de derde. Kijk, dat kan ook wel een beetje. Ik vind het dan mooi om het echt ton sur ton te houden in één kleur. Hij kan nog even een beetje aangezet worden. Die kant ook dan. Nou, ga dan even kijken of hij zo genoeg heeft. Hebben jullie vandaag ook lekker wat kunnen doen? Beetje mooi weer voorbij. Dus weer even lekker binnen aan de slag. Veel kinderen hebben vrij, heb ik begrepen. Ja, die van mij zitten er weer iets anders in. Dus. Nou, plak hem ondertussen even dicht. Je kan er natuurlijk net zoveel van werk van maken wat je zelf wil. Misschien leuk om alvast even te vermelden dat ik op mijn website zojuist de agenda weer wat bijgewerkt heb. Zoals vorige week ook gezegd, ja, mei is de maand dat wij, John en ik dan, John is mijn vriend, iets rustiger aan kunnen doen. Dan is de enige periode in het jaar, zeg maar, dat het werken toelaat om wat vakantie te nemen. Dus dat is ook de tijd dat ik wat minder open ben. Ik heb deze week nog wat tulpen en dat is ook klaar, zeg maar. En ondertussen bouw ik natuurlijk even door en moet je toch eens even kijken. Tada! Dat past natuurlijk weer super! En dan heb ik nog van die leuke sliertjes. Bij het pakket van de feesttaart volgens mij zaten. Weer een eeuwigheid geleden, maar dat is maar een paar maanden terug dat die set uitkwam. Nou, hoe leuk is het om daar eventjes of wat dan ook in te doen. Lippenstiftje erin. Nou.
volgens mij een leuk doosje om cadeau te geven of te doen. Is natuurlijk nog niet af. Moet toch eventjes een leuk lintje omheen. En een hartje. Oh, je hebt een hartjespons al bijgepakt. Zo leuk is het om het eventjes met een hartje af te maken. Ik ga zo mijn verhaal afmaken van de, wat er allemaal weer te doen is. Hartje. Bloemetje op het hartje stempelen. Zoals gezegd, ik zal straks de formule nog eventjes eronder zetten. En de link naar de Amerikaanse site. Waar het dus ook nog eens een keertje uitgelegd wordt. En dan kan je er wellicht iets leuks mee doen voor Moederdag. Of voor wat anders. Misschien wil je wel een leuk doosje maken voor Vaderdag. Ja, kan ook. Geen idee. Voorzien is wat. Ik heb 2 hartjes geponst. Daar doe ik het lintje tussen. Die knip ik af. Ik vind het altijd leuk om aan een touwtje of een lintje aan het einde een... Even een knoopje te doen. Dan krijgt zo'n lintje gelijk in een hele andere dimensie. Ik heb wat een touwtjes geknoopt. Zo op die manier. Deze winter. En ja, dan knoop je hem gewoon hier omheen. Wat wel erg leuk als het dan past. En hoe leuke verpakking heb je voor een lippenstift. Ondertussen staan er 3 lippenstiftjes doosjes. Gestempeld. Daar met nog wat groen erbij. Hier met het designpapier en die zo. Ik ga even kijken of er nog vragen zijn geweest. Heeft iemand iets gezegd? Is het nu druk in jouw bedrijf in deze tijd? Nee, het begint nu rustiger. Oh ja, je hoort het al. Ja, ja. De bloemen uit de kas zijn bijna op. En buiten de tulpen, die hebben we nog wel werk aan. Maar verder is het dan weer wachten totdat de tulpen verder uit de grond gaan. En bij mij is het... ja, ik ga natuurlijk dan gelijk met John op. Ik zou in mei natuurlijk ook allerlei cursussen nog kunnen geven. Maar ik hou dat wat af. Ik heb van de week nog wel een rondleiding. Morgenavond ga ik op locatie een lezing geven. Dus het is ook wel weer heel grappig. Weer even wat anders. Soms moet je ook weer eens wat voor het, nou ja, voor je medemensen doen, zeg maar. Dus komende maand, ik ben af en toe nog wel in mijn atelier bezig. Maar echt wat minder. Dus als je nog iets wil of zoiets wil weten, bel of mail me eventjes. Volgende week doe ik nog een live uitzending en dan ben ik even 2 weken uit de lucht. Als ik tijd heb, dan neem ik wat op en dan zal ik dat zorgen dat het om 7:30 afgedraaid wordt. Ik wil jullie wel graag meenemen even naar mijn agenda op de website www.bij-ellen.nl. En dan in de agenda heb ik zojuist gevuld met in ieder geval 2 open huisdagen. De nieuwe catalogus die komt uit in... vanaf 1 juni. En dan hou ik open huis. En dan, nou, het staat ook al erbij. Hoe leuk is het om... je kan natuurlijk op de website alles kijken. Maar het is natuurlijk veel leuker om in de catalogus te bladeren. En als je gewoon een klant van me bent, dan heb ik natuurlijk een catalogus voor je liggen. En ik heb verzorgd natuurlijk ook een make and take. En de eerste die je maakt is gratis. En ik heb koffie en thee. En als je iets hebt van, nou, ik ben er toch. Ik wil gelijk wat meer maken dan... kan dat ook altijd volgens gewoon de formuleuurtje doen. Nou, vervolgens heb ik ook in de website, op mijn website de zomercursus weer gepland. Vorig jaar was dat echt een heel groot succes.
Ik heb daar hele enthousiaste cursisten voor gehad. Toen deed ik het 6 avonden. 6 avonden of 6 ochtenden. Ik heb er nu voor gekozen om dat 4 avonden te doen. 4 avonden of 4 middagen. Donderdagavond of vrijdagmiddag. En stel dat je nou zegt, ik kan 2 donderdagavonden en 2 vrijdagmiddagen. Dan kan dat ook. Geef dat op tijd aan en dan kunnen we daar gewoon wat in schuiven. Ik ga werken met een nieuwe set die ik dus wel al kan zien. Die staat in de catalogus en kan bestellen vanaf morgen, hoop ik. En overmorgen trouwens. En die kunnen jullie dan dus ook reserveren. Maar ik kan hem nu nog niet laten zien. Ik moet dat nog eventjes uitzoeken wanneer ik hem kan laten zien. Maar je mag ervan uitgaan. Het is een hele mooie bloemenset. En er zit ook een bijpassende pons bij. En het voordeel van een bloemenset met een pons is dat je er heel veel mee kan doen. En doordat we 4 keer met die set aan de slag gaan, leer je ook heel veel wat je kan doen met zo'n set. Ben je ervaren stempelaar of ben je beginnend stempelaar? Voor alle twee is het leuk. Ik ga nog niet heel erg verklappen wat we gaan doen. We gaan in ieder geval andere dingen doen dan wat we vorig jaar gedaan hebben. Ik ben nu volop bezig ook met kartonnage. Dus het zou me niet verbazen dat er een heel leuk boekje in zit. Ik streef ernaar om iedere week in ieder geval een leuk project zoveel mogelijk af te maken. Maar het zou kunnen zijn dat je dan iets misschien nog thuis af moet maken als het wat complexer is. Maar in ieder geval leer je weer heel veel nieuwe dingen wat je met stempels kan doen. Dus een aanrader. Vorig jaar was je best wel snel vol. Dus wees niet te laat met opgeven. Op mijn website, zoals gezegd, staat de informatie. Geef bij het opgeven ook op of je donderdagavond wil of vrijdagmiddag. En of je alleen de cursus wil doen of dat je ook de set tegelijk bij bestel. Heb je zoiets, ik wil even wachten tot ik weet welke het is. Kan ik me ook heel goed voorstellen. Dan moet je even wachten tot later in de tijd. En als ik hem misschien wellicht iets later moet bestellen, dan kan je het even goed zoeken met de andere set die ik heb gewoon werken. Voldoende informatie. Ik ben weer ruim een half uur bezig, dus het wordt tijd om op te houden. Mijn naam is nog steeds Ellen Liefting. Ik vond het leuk dat je op maandagavond gekeken hebt. Of wellicht op een ander moment via Facebook of via YouTube. Kijk je voor je via YouTube, dan zou ik het ontzettend leuk vinden als je daar ook iets bij schrijft. Wellicht abonneer je erop. Hoe meer mensen het zien, hoe leuker het voor mij ook is om ze te maken. Dat het ook bekeken wordt. Dankjewel voor de opmerkingen die erbij staan. Ik ga zo direct de foto's erbij zetten. En nog meer uitleg en linken. En ik zou zeggen, maak er weer een mooie week van. Tot volgende week. Doei!